Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op Intzoltreks, de enige echte. Nou, we zijn nog even in sterrenkwartier. Het lijkt erop dat deze flats als eerste gaan binnenkort. Al die houten platen allemaal, of ze gaan nog even dicht timmeren. Dat kan ook. Maar ik denk dat deze flats als eerste gesloopt worden. Nou, die flat die op de helft was, de laatste keer, die is al helemaal plat. Daar is niks meer van over. Die flat is helemaal tot aan de grond toe helemaal naar beneden gehaald. Nou, ik liet net de camera vallen. Ik hoop dat hij dat doet. Dat zal je net zien, hè. Maar goed, in ieder geval, ja, het is niet meer zo'n heel nieuw cameraatje. Dus zal binnenkort toch weer een ander moeten halen. Maar goed, in ieder geval deze flat dus. En dan hier dus de sloop of de afbraak van die andere flat. Nou, die is dus helemaal plat momenteel. Daar staat nog wel een stuk, ja, hoe zeg je dat? Een stuk van de kelders, kelderboxen. Was dat als het niet is? Ja, de kelderboxen. Dus ja. Het is nu één groot gevaarte, of één grote puinhoop kan je beter zeggen. We gaan dadelijk nog even naar die andere flat lopen, kijken of ze daar nog bezig zijn. Maar nou, hier ongeveer was de ingang met de lift. Ja, er is niks meer van over. Van Groningen die heeft flink zijn best gedaan. Nou, hier nog een keer de flat waar die vriend van mij woonde. We gaan er even kijken. Ik denk niet dat je helemaal tot het einde kan lopen. Maar goed, in ieder geval. Oh ja, 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 ja. Hier was ongeveer de ingang. Hier was ongeveer de ingang. Dus ja, blijf achter het hek, maar doe alleen mijn camera even zo. Ja, je kunt nog steeds niet lopen daar zo. Het is nog steeds, helemaal afgesloten. Er komt net de bus van Groningen aan. Ik denk dat dit de liftschacht geweest is. Ja, ik denk. Oh, ze zijn daar al die dingen aan het leeghalen. Ik weet niet of dat de vorige keer ook was. Nee, volgens mij niet. Ze zijn nou dat aan het leeghalen. Dus we lopen even naar die andere flat toe. Maar in ieder geval, ja, dit was de eerste van de drie flats die tegen de vlakte ging. Ik denk dat daarna de achtste er is. En dan daarna als derde die voor flat, dat die plat gaat. Dus ja, in ieder geval weer genoeg te filmen. En toch nog even een updateje maken van de flat. In ieder geval, er is niet veel meer van over. En ik denk dat ze eerst deze nog helemaal leeg gaan halen. Die andere zijn ze al flink mee bezig. Dus ik denk dat eerst toch die andere grote flat gaat. En dan na die grote flat gaat deze eraan. Dus ja, dan ook allemaal auto's staan er allemaal. Er zijn allemaal mensen die mee bezig. Ja, het is. Het zal wel heel raar zijn. Als je hier rijdt, dat binnenkort gewoon alles gewoon weg is. Dat lijkt me echt raar. Ik ben zo gewend dat je dan deze flat ziet als je de Galileilaan op komt rijden. Dus dan vanaf de grote weg eigenlijk. Ja, en dat je dan deze flat gelijk ziet aan het einde bij het winkelcentrum. Nou, ik heb nog eens even nagekeken. Deze flat was het. Daar hadden we die maat van met 3C. Even wachten, ik moet even goed even inzoomen. Ik moet even goed laten zien, deze is het. Dat is het huis van die kennissen van me, ja. Dus we gaan er even naar achteren. Gaan we even verder kijken. Ja, 3A tot en met 3D. Dat waren de flats.
Ja. Ze hebben wel alle... Voor mij hingen er nog gordijnen en zo. Die hebben ze al wel weggehaald, Tom. Die hebben ze al wel weggehaald. Ja. Hier kwam ik altijd aangereden. Zette ik daar mijn scooter neer. Bij die maten van mijn visite. Ja. Dat is al heel lang geleden hoor. De jaren 90. Het is al echt al meer dan 20 jaar geleden. Ze zijn daarna verhuisd. Oh, ze zijn al hier al wel de achterkant aan het weghalen. Ze zijn hier wel de achterkant al aan het Kijk eens. Al die binnenmuren van de... Ja, de binnenmuren zeg maar van de... van de balkons zijn ze aan het weghalen. Ja, hier zijn ze al een heel stuk verder. Hier zijn ze al een heel stuk verder. Kijk eens. Hier zijn alle ramen er al totaal uitgehaald. En aan de achterkant zag ik al dat het helemaal gestript was. Ja, hier zijn ze dus alles aan het weghalen. Hier zijn alle ramen er al uit. En ook de benedenwoningen, er is al de hele voor- of achtergevel, nou eigenlijk achtergevel, want het is, dit waren de tuintjes. Heel de achtertuinen zijn al helemaal plat. En de voor- oh, zelfs de voor- en achtergevel legt eruit. Nou. Zo ziet dat er een beetje uit. Oh, hier leggen ook al de voorgevels eruit. De ramen in ieder geval al. Later gaan ze denk ik die balkons gaan ze ook altijd loshalen. Dat doen ze ook altijd. En dan is dit de volgende flat die tegen de vlakte gaat. Ja. Zo hard gaat dat. Eens even kijken. Helemaal zo'n groen hek omheen. Dus ja. We gaan eens even kijken. Hier is ook zo'n groen hek omheen. Oh, het is lopen helemaal door het groene hek. Oh nee, toch niet. Nou, hier was de ingang. Hier was de ingang. Deze flats is eigenlijk dezelfde die ik net liet zien waar, ze, waar die auto's stonden. Deze laat ze gewoon staan. Dat is koop. En deze is ook koop. Die laten ze ook staan. Oh ja, hier zijn ze al alle balkons en zo aan het weghalen, aan het verwijderen. Ja, hier ben ik eigenlijk nooit zelf binnen geweest. Hier ben ik nooit binnen geweest. Wel die andere flat die nu al plat legt. Ja, hier had ik niet echt kennissen wonen. Dus hier ben ik nooit in geweest, in deze flat. Nou, dit is eigenlijk zeg maar de galerij. Er zijn ook zo alle deuren en ramen gaan eruit. Daar moeten ze nog een stukje. Daar moeten ze nog een stukje. Oh, hij is daar aan het... daar zijn ze aan het boren. Dus ja. Hoor hem eens graven. Nou. Deze gaat dan ook helemaal plat. Deze gaat ook helemaal plat. Dus er blijft niet meer boven. Dit zijn... Oh, kijk nou joh. Zelfs de... Daar zo. Zelfs een stuk van de gevel hebben ze helemaal weggehaald. Kijk. Die beschildering hebben ze helemaal weggehaald. Ja. Nou. De gravers die moeten... De enorme klus doen om dat hele, die hele puin allemaal klein te maken en af te voeren. Ja, een behoorlijke berg. Zal er wel even een tijdje bezig mee zijn. Maar dat is wel bizar. Dat had ik, voor mij hebben ze dat bij die andere flats allemaal niet gedaan. Die hebben ze gewoon met dat gele eromheen gesloopt.
de buitenkant, zeg maar. En hier zijn ze dat helemaal aan het strippen. Bizar. Daar dus. Moet wel goed filmen. Maar goed, in ieder geval, ja, weer even een updateje over Sterrenkwartier. Ja, vind ik wel even leuk. Even een updateje over Sterrenkwartier. Dus, in ieder geval, de eerste flat is plat. We gaan door naar de, ja, naar de tweede flat. Het zal denk ik deze worden. Deze zal denk ik als volgende gaan. En dan die daarachter. En dan is er weer een heel ruimte vrij voor allemaal nieuwbouw. Dus ja, leuk. Leuk in ieder geval. Ik vind het wel weer even leuk om even weer te filmen. Maar eindelijk weer, want ik ben natuurlijk een tijdje ziek geweest. Ik ben eigenlijk blij dat ik weer naar buiten kan. Nou, hier zie je heel goed het verschil, hè. Daar zitten de ramen en de deuren er nog in. En hier leggen gewoon de hele voorgevels eruit. Mooi. Oh, er zit er alweer een te gillen boven de camera. Weer nieuw beeld? Nee. Altijd lachen met die gast uit Middelharnis, hè? Altijd grappig. Nou jongens, in ieder geval, ja, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit was even een updateje over Sterrenkwartier. Ik vond het wel even leuk om dit even te filmen. Dus, oh, kijk nou eens, joh. Er zit een heel gat in. Ah, er zit een heel gat in de dinges. Nou, ik vond het wel even leuk om dit even te filmen. Ik ga het even door naar de volgende vlog maar weer, hè. Want ik wil nog een paar vlogjes opnemen. Het is nog prachtig weer. En zolang het zonnetje schijnt, ja, kan ik gewoon door blijven gaan met vloggen. Dus ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe het duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. En ik spreek jullie bij de volgende vlog maar weer. En dat zal in ieder geval in Hellevoetsluis zijn. Jongens, groetjes hier ook vanaf het Starrenkwartier.